Naar At the Corner geweest, samen met mijn schatje en nog een gast erbij. Jullie kennen haar. Het is toch al regelmatig al in mijn vlog geweest. Daar ben ik blij om. Mijn gsm. Uwe gsm. Oei, 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 oei. Die heb ik weggegooid. Ja, er zit een diazak dan. Ja. We zijn alle zaken aan het zoeken, behalve je weet al ik. Ja, ja, jullie hebben het goed, Chris is erbij, voilà. Mijn schatje is ook aan het vloggen. En hier is Chris al alke, waar ik dichtbij woon. Dan zijn we ook te voet naar At the Corner geweest om ons beentjes wat te strekken. En dan ben ik nog aan het denken wat we eigenlijk wel iets nog kunnen doen, plaats van zo thuis te zitten. Weet jij iets? Zij weet ook niks. Oké. Ah, daar is mijn schat. Ik was wel aan het kijken van op mijn camera. Waar is mijn schat? Die loopt echt heel achter. En beneden is ook al goed aan het zakken hoor, Chris. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog van gisteren. Want die heb ik ben niet speciaals gaan doen. Ja, ik heb nog andere camera's. Jullie hebben het nu wel gemerkt. Mwahaha. Dat wisten jullie niet. En binnenkort ga ik ook terug. Dat is voor het volgende seizoen, dat wel. 2021. Ga ik ook terug naar de kermissen toe. Om on-ride movies te maken. Ik ga dan ook terug naar pretparken toe. Ook om daar on-ride movies te maken. Omdat ik dat graag doe. Punt uit. Ik ga dan een on-ride maken van mij. En een on-ride van de attractie zelf. Dus je gaat dan een dubbele beeld zien. Dus mij in zo'n vierkant. En dan de attractie volledig op beeld. Zo zie ik dat gebeuren. En dan wil ik ook zo proberen te leren te editen. In mijn video's. Dus ik wil weer al iets bijleren. En dan, de volgende stap is effectjes toevoegen. En dan gaan we even wachten op Bea. Allee, tot straks. Zo mensen, ik ben hier heel zwaar aan het opruimen. Mijn kasten zijn de helft opnieuw al opgeruimd. Jullie denken van, amai, je ruimt wel heel vaak op hè. Ja, ik maak heel vaak rommel en dan moet dat opnieuw weer al opgeruimd worden. En zie je dus, mijn bed moet ook nog opgemaakt worden. En kijk hier, hè. Mijn kast is ook wel weer al leger en opgeruimd. Samen met mijn schatje gedaan. Hier nog een gedeelte zit, hier zit nu van alles. En ja, ik heb een blote bovenlijf. Ze biedt nog mijn bed opmaken. Deze puzzel krijgt mijn schat van mijn gat. Deze leg ik al klaar voor haar. Maar je kunt... Nee, wat wel zo is, is dat... Zij is momenteel aan het chatten met Shift en Boef. Ja. En toen was ze stil. Ja, ik kan niet bespreken met hem als je aan het vloggen bent. Ik ga terug naar de kamer toe om verder dus mijn was te sorteren. Dus de t-shirt bij de t-shirt, de broeken bij de broeken. Ja, mag hier even allemaal zo erin. Want we gaan dat volgende week
eens te goed onder handen nemen. Dus ook met de t-shirt, de plooien en al. En ik ga u één ding zeggen. Ik ga dit terug buiten ophangen voor de zorgkundige. Want het is niet meer naar de goede kant aan het gaan, hè mensen. Het is echt naar de slechte kant aan het gaan. Omwille van de corona-cijfers. Die zijn echt heel slecht aan het gaan, heb ik gehoord. En dat is niet goed. Dus wat gaan we doen? We gaan deze witte lakens zelfs terug buiten ophangen. Dus die leg ik ook al klaar. Voilà. Dit en dit naar de badkamer. Voilà. Voilà, dan ligt dat al klaar voor haar de volgende keer. Dan moet ook nog, mijn broeken moeten ook nog weggelegd worden. En je ziet daar in een blauwe zak liggen. Daar krijgen weer al de armkindjes. Krijg je, dus ja, wat broeken van mij. Want die gaan dus naar de klerencontainer. En die, ja, ik weet niet als het echt effectief dan naar die arme landen gaat, maar... Ik hoop van wel, zo niet, ja, daar ben ik wel heel kwaad om. Omwille van, ja, ons gedacht is er naartoe van, voor te zeggen van, ja, dit gaat naar de arme kindjes toe. En dan gaat dat daar niet naartoe, dat is dan ook wel niet de bedoeling. Dus, ja. Dit ga ik hier even leggen. Ja, die kousen kunnen dan mee, die broeken kunnen dan mee. Ik vind het wel erg dat deze broek ook weg gaat, want die draaide ik echt heel graag. Maar jammer, er is een tijd ook om afscheid te nemen. Bij deze, kusjes erop. Gedaan. En nu moet nog subiet nog mijn bed opgemaakt worden. Maar ja, ik ga jullie laten. Ik ga ze biet mijn bed opmaken. En dan gaan we nog naar Enzo Knol kijken, naar Stuk TV kijken. En dan ook nog naar de code van Koppens. En dan is het weer al tijd. Ik zeg het niet graag. Afscheid te nemen van haar. Van mijn schatje Bea. Maar jullie gaan die s'avonds ook nog wel beeld zien. Dus stay tuned. En nogmaals, sorry dat mijn vlog 965 of 66 te laat is online is gekomen, één dag te laat. Ik heb het deze keer te laat geüpload. Mijn excuses. Ik heb niet op een verkeerde datum of zo gezet. Nee, ik had dat gewoon met een stomme kop vergeten te uploaden. Bij deze hoop ik dat ik het heb gerechtgezet voor jullie. Dus twee vlogs zijn er dan online gekomen op zondag. Wat ook weer al heel leuk is. Dus dan kunnen jullie wel eens goed doorkijken naar Psycho TV. Dus naar twee volledige vlogs. Echt wel, man. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ga nu mijn bed opmaken. Ik ga dat nog van mijn bed halen. En dan, jeppadree. Even naar, ja, naar, nog naar de Philotalkers kijken. Ik zie jullie allemaal straks terug. De Fossil Brothers, hang it out now! Wow, jawel, daar was ik dus naar aan het luisteren. Mensen, ik weet het, mijn beelden zijn niet meer hoe het moest geweest zijn. Ik ga nog een keer mijn gsm volledig, maar ook echt dus volledig rebooten. Dus nog eens een keer op het reisinstellingen zetten. En dan kijken als ik dan opnieuw zo lek heb op mijn camera. Ik hoop van niet. Je ziet wel dat ik naar oplossingen ben aan het zoeken om te vloggen. En Menke, je mocht hier fucking al aan 70 en gereed 90. En ja, oké, okay, ik zal het licht aan doen. Ja, ja, ik weet het, mensen, sorry. En ik heb lekker varen voetjes! En nu even mee op 120 zetten. Zo, voilà. Ja, ik doe altijd cruise control aan op 120 wegen. Op langere stukken.
Dan kan ik niet beboet worden, hè. Bij deze. En zo gelijk in Nederland waar ik 130 maak. Oké, klik op 130, voilà. Cruise control 130. Sommige stukken 100. Red light camera reported ahead. No need to draw attention. Yeah. Let's keep this Batmobile in stealth mode. Dankjewel. Ik ben nog niet over mijn limiet. Nu maak ik hier 90, nu ben ik ook 90 aan het rijden. En nu blijf je groen, hè. Groen. Oké, dankjewel. En nu heb ik jullie horen zeggen rood. Jawel, mensen. Ik heb jullie horen zeggen. Jawel, laat het rood worden! Ja, en mensen, jullie hebben geluk. Ik ga voor een rood licht staan. Of wat moet ik nu rechtdoor rijden? Dan sta ik voor een groen licht. Nee, ik ga dus voor de rode licht gaan staan. Het is nu 22:31 en het is nu nog 11 graden buiten. En ik ga je nog iets zeggen. Het was een hele leuke vakantie. Met heel veel, ook wel veel downs. Ja, omhoog van dat ik zo'n machineken op mijn gezicht heb gekregen. Oh. En dat is dus niet goed bevallen. Nee. Nu, service. Oh jawel, ik kan niet rechtstreeks naar mijn thuis toe rijden. Nee. Ik heb het nog klein gehad op zak. Hopelijk wel. Nee, ik ga er niet komen. Hè. Nee, ik moet nog even eerst langs mijn thuis passeren. Dat ga ik wel doen. Ja. Ik ga dus even kleingeld thuis halen. En dan pak ik jullie nog even ergens naartoe mee. Dus mijn vlog is nog niet gedaan, mensen. Mijn vlog is echt niet gedaan. Want ik ga dus echt goedkoop houden ook, om naar mijn werk te gaan. Wat ga ik doen? Ik ga uit de broodautomaat brood kopen. Welke? Dat gaan jullie zelfs zien. Jawel. Oei, ja. Yes. Dat is veel beter, hè. Dan zien jullie mij beter. Als het donker is. En fucking hell, dat is hier nu. Warm. Ja, want mijn raam is toe. En het is weer een volle maan. Weer volle maan. Nee. Weer volle maan. Ik kan ook zo als een hond pijn heeft, pas pijn heeft. Kei. Hola, die gaan we nog even voor laten. Ik heb ook uw pinker niet eerder aanzetten. Dank u. Dat van 1 meter, juist voordat je moet indraaien. Ja, dat is wel soms hatelijk. Zet uw pinker op 50 meter afstand aan. En je weet dat ik weet dat ik kan oversteken. En niet zo juist nog een meter voordat ik moet inslaan. Hup. Ja, dan heb ik ook mij volledig stilgezet. Hè. Dan kon ik mij nog zo rustig hup, oversteken. Maar nee, die moest dan weer op blijven staan. Ah, oké. Mijn schatje is boven. Dan ga ik zelfs ook nog eens naar mijn schatje even appen dat ik nog gewoon langs de bakker ga. Dus bij deze. En ja, het is ook een hele hectische Discord week ook geworden. Maar ik heb wel mooie beelden gemaakt, moet ik wel eerlijk toegeven, op van die zwemvlogs. Ik heb daarmee ook mijn bezig gehouden met te knippen, te plakken, noem maar op. In het programma AVS for You, daar edit ik mee. Dit is het. Dus ik heb me nu nog eerst gaan draaien en dan kan ik gewoon nog brood gaan kopen. Toen had ik dan maar eerder aan gedacht. Ik ga nog gaan draaien, maar ik is ook nog niet thuis.
dan kan ik gewoon een brood gaan kopen. Voilà, ik ben nu aan het manoeuvreren. Achteruit, hup, hup. En dan nog langs die auto zetten. Oh, nee. Ik ga niet de ganse straat blokkeren. Voilà, dan ga ik dat hier zo even zetten langs de baan. Dan ga ik gewoon klei gaat halen. Dan kan ik brood gaan halen. Trouwens heb ik hier nog genoeg klei gehad in, hè? Stel je voor. Nee, tot zelfs. Ik ga het even op pauze zetten. Ah nee, ik kan het niet op pauze zetten. Want ik moet gaan mijn vriendinnetje nog hebben. Jullie zien het, ik ben er nog. Omwille van de... Normaal gezien nu de laatste fragment dat ik ga opnemen. En ik neem jullie mee van mijn thuis tot aan de bakker. De warme bakker. Te kijken of daar nu nog brood is. Ofwel hopelijk, sandwiches. Ik heb zo goestig nog eens een keer in een lekkere sandwich. En we hebben nog iets bij ons thuis opgemeten op ons appartementje. Het is weer al zover. De waterpomp van de grondpomp is weer al kapot. We wonen er 3 jaar, hè? Nu exact 3 jaar wonen we er. En die waterpomp is al 6 keer kapot geweest. 6 keer. Jullie denken van, amai, dat is veel. Ja, amai, dat is zeer veel. Dat is echt zeer veel. En het probleem is... daar zitten ook wel veel spinnen. En hier, mensen! Ik heb bang van spinnen. Ja, ik geef het open en bloot toe. Ik heb angst van spinnen. Geef me niks. Maar ook geen verrassing. Nooit niet iets van spinnen, hè. Echt waar, ik gil de ganse kot bijeen, hè. Echt waar, ik gil de ganse kot bijeen. En ja, hier mogen maar 30 en dat doen niet alle mensen zoals deze die nu hier passeert. Die rijdt tegen de 50 aan. Weer mijn cruise control staat aan op 29 kilometer per uur. En nee, het is niet de laatste fragment, want ik moet ook mijn camera draaien, want ik wil ook nog heel mooie beelden maken hoe ik mijn... Hoe dat machineke werkt. Oh, dat wil ik jullie ook laten zien. Ik heb hier het geld. Voor mijn eten. Dan mag je toch nog wel kopen, hè mensen. Lekkere brood of sandwiches. En we zijn hier aangekomen bij het bakkershuis. Oh nee, oh nee. Het zijn alleen nog maar sandwiches. Dat meent je niet. Alles is uitverkocht, behalve de sandwiches. Ik denk nee, mensen, alles is op. Alles is op. Behalve, oh ja, de sandwiches. Die zijn er nog. Die zijn wel aan €3,30. €3,30. Oh, en oh, hier ligt ook dan weer nog iets lekkers. Oh, eclairs. Nee, ik ga dat niet nemen. Ik ga gewoon mijn sandwiches nemen voor morgen mee te nemen naar het werk toe. Het was 3,30, dan doen we dit. Hup. €2. €2,50. En dan moet ik nu nog die €1 hebben. Voilà. €3,50, daar staat daar op. Ja, jullie zien het nu niet. Dan moet ik... A41 ingeven. Dus A41. Dan gaat dat machineke. A41. Wat? Die is niet uitverkocht. Want ziet het licht daar toch nog? What the fuck? Allee, dan gaan we eens ergens anders naartoe. Jij nog zoeken naar een andere broodautomaat.
Hoi, ik heb weer al heel veel kleingeld gekregen. Dankjewel, machine. Oh ja, allemaal 50 cents. Oh nee. Waar is mijn 2 euro naartoe? Het werkt dus niet. Dankjewel, sandwiches, dat je daar blijft liggen. Je zit kapot. Ja, kapot. Als ze in een nieuwe week moeten we dus naar een andere gaan. Hè. Voilà, bij deze ben ik bij een andere automaat aangekomen. En die zit nog goed vol. Oh my god. Goudmijn. Ik kan hier zelfs kiezen. Ik heb hier keuzes. Keuzes zat. Ik heb jullie laten zien. Aan. Allemaal brood, sandwiches. En 6 stuks voor 3,10 euro. Ja, dat ga ik doen. 3,30 euro, dan gaan we dat hier doen. 50. 1 euro. 1,50 euro. 2 euro. 2,50 euro. Dan gaan we gelijk al bijnemen. Dat is al 3 euro. Staat hier iemand achter me? Nee, per geluk. 3 euro en 3,50 euro. Voilà. Dan moet ik op nummer 4 drukken. Dan kan ik hierop drukken. Duwen. Voilà, kan ik de sandwiches nemen. En dan kan ik hier mijn wisselgeld nemen. En, kijk, de deur kan dus nu toe. Kun je niet meer, iets niet meer uitnemen. Want deze schapjes zijn nu allemaal leeg. En nu op terug naar de auto. Oh, kijk, mensen, ik doe ook een riem aan. Voilà, mijn autosleutels zoeken. En dan asap naar huis toe. Waarom? Dat ik in het donker dan anders er zit. Nee, ik moet naar de grote toilet toe. Maar ik heb mijn sandwichjes al voor morgen. Dat is goed. Bluetooth is connected. Ja, dat wou je dus, Joranne. Niet Bluetooth connected. Waarom niet? Ik heb hier een programma op staan. Dus ik ga die even disconnecten. Bluetooth disconnected. Voilà, bij deze is het gedisconnect. Jullie hebben het gehoord. Dus ik ga nu terug richting mijn thuis rijden. Ik ben hier ook weer al op de punt aangekomen waar onze koning is terechtgekomen. Hier is het rusthuisoord Cecilia. En daar hebben ook de koor gezongen en al, en dat was echt heel mooi. Ik weet niet meer in welke vlognummer dat was, maar het was wel de moeite. Het was echt wel de moeite. En ik ga mij nog een keer oprecht excuses aanbieden als de beelden wat laggy zijn. Waarom? Om, ja, ik ga mijn gsm nog eens op bedrijfsinstellingen zetten. En dan niet te veel games meer op mijn gsm downloaden. Gewoon de standaard games waar ik speel, zoals die... Die DICE, dat speel ik nu al echt al heel veel. Echt heel veel zelfs. En dan nog iets met katten. Dat ik zo drie of vier, nee, de vierde zo dezelfde en meer soorten dezelfde bijeen kan. Zo switchen en al. Zo combo's maken. Dat speel ik ook wel graag. En Transport Outlet Tycoon. Dat wil ik ook nog wel graag. Ah, dus goed. Ik blijf op mijn snelle treinen. Maar ik kan daar wel niet op mijn volledige 70 snelle treinen. Omwille van, je gaat zelfs zien aan mijn auto wat hij gaat doen. En het is groen. Oh, mijn buurman. Jan belt, dus ik ga heel eventjes moeten oppakken. Nu hebben jullie het niet gezien dat ik zo naar onder, maar ik ben even aan de kant gaan staan om te bellen met mijn buurman Jan.
om daar omhoog van voor die lek. Want ik ben zo, zo wat schrikachtig dat daar iets kan gebeuren van kortsluiting en brand. En dat wil ik dus ook vermijden. Dus waarvan, ik heb geen veiligheidsgevoel momenteel, want dat kan brand veroorzaken en dat wil ik ook niet. Dus ik heb mijn sandwichje, ik ga nu direct naar binnen toe. Dus ik bedank je wel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker niet op het belletje te drukken. En dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen van Cycle TV. En nu ga ik dus naar binnen toe, want Jan zit op mij te wachten. Namelijk. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Fris. En wel. Want ik heb nu sandwiches. Ik ga ze weer ook richting het toilet. En die zat ergens onder te wachten. Oh nee, toch niet. Ah jawel, toch wel. Allee, salukes. Goedemorgen mensen. Ik heb nog geen goesting om gaan te slapen. Ik ga heel, maar ook heel stil, proberen al mijn Q&A ook al op te nemen. En ook al in deze vlog al te gooien. Dan, ja. Dan is dat ook al achter de rug. Dan kan ik morgen misschien nog andere beelden filmen voor jullie. Wie weet. Hè? Wie weet. Ah. Dus ik zie jullie op mijn webcam terug. En dan via mijn webcam. Die ik hier nu moet uittrekken. Want die zit op een ander pc nu aangesloten. Moet nu naar mijn pc aangesloten worden. De printer mag uit. Webcam aan. Microfoon in. Voilà. Computer aan. Ja, hier staan nu twee computers langs elkaar. Dat mijn schat hier ook langs mij kan zitten. Ik ga die pc, zowel ook mijn gsm, dus morgen ga ik die proberen. Dus zeg het. Op bedrijfsinstellingen te zetten. Ook mijn deze pc-kast ga ik op bedrijfsinstellingen zetten. En dan ga ik nu subiet de Q&A nog opnemen voor jullie. En dan ga ik slapen. Dus via de webcam zeg ik jullie allemaal slaap wel. Maar nog niet via hier. Dus geniet maar nog maar van de Q&A. Q&A. We gaan eerst naar Gianni Loco, anagram van natte. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik niet. Oh, ik weet dat. Ah, oké. Een anagram is dat je een woord en de letters in een andere volgorde moet nemen. Dus je moet een ander woord vinden met diezelfde letters. Kan er niks anders voor na eten? Na eten? Ja, misschien, ja. Ik zie daar niks anders erin. Ik ga ook zelfs kijken, hè. Oké, dan ga ik even doen naar... Tante! Tante, ja. Dan gaan we over naar Repelsteeltje. Stel dat B je haar slecht voelt in haar vel en dat ze liever een jongen zou zijn dan een meisje en haar integraal laat ombouwen naar Berend. Zou je dan nog verder met hem willen? Voel je je hier ongelukkig, ongemakkelijk bij? Ik stel deze vraag omdat deze situaties zich tegenwoordig heel vaak voordoen in en bij deze vind ik dat iedereen hier nog iets goed moet nadenken. Ik laat Bea voor niks vallen. Zelfs als niet als zij haar om laat bouwen bij deze. Groot gelijk. Jules Soers, daar heb ik ook al over nagedacht. Ad Repelsteeltje, dan krijg ik misschien meer seks. Oké dan.
Oké. En dan gaan we naar Gani Loco. Stel dat je op straat een briefje van 50 euro tegenkomt. Vervolgens ga je met die 50 euro naar Op de Corner 4 eclairs voor Bea en jou halen. Jullie eten deze smakelijk op en besluiten om samen naar de Kinepolis van Hasselt een film te gaan zien. In de cinema bestel je nachos, waar ik het dus al niet eten, met kaas en een flesje cola wel. En Bea bestelt een kleine popcorn met een flesje cola zero. Na de film heeft Bea zin in een kleine kebab van Kaya en jij wilt een pizza salami van Luigi. Ik lust geen pizza, dank je. Zal je deze pizza nog kunnen kopen met het geld dat overblijft van de oorspronkelijk gevonden 50 euro? Zo ja, hoeveel heb je over? Zo nee, hoeveel moet je nog bijleggen? Ik ga sowieso al zeggen, de nachos kunnen altijd afvallen bij mij. Die pizza salami kan ook al bij mij al afvallen, dus ik denk dat ik dan nog wel ook over heb. Van de 50 euro. Ja? Alleen nu, geen nachos. En geen pizza's. Geen pizza? Nee. Geen enkele? Nee, geen enkele. Dat kan niet. Dat kan niet. Je mocht dat vragen aan Bea en of aan Chris. Timmy, pizza! Het is een van de beste eten ter wereld. En toch eet ik het niet. Oké. Zelfs niet voor een miljoen euro. Nee, dat kan je niet mee. Allee, voor een miljoen euro, dan stik je die er toch in, hè? Nee. Oké, repelsteeltje opnieuw. In 1969 wandelde de eerste mens op de maan. Tegenwoordig zitten de Amerikanen al met een robot op Mars. Hoe lang denk jij dat het gaat duren vooraleer de eerste mens op de zon gaan wandelen? Ga jij en ik dit nog meemaken? Riebelsteeltje, jij zit echt goed zot. Je weet niet hoe warm dat is op de zon is. Daar overleeft niets. Dat is alleen maar één grote lava. Lava om de baan, op de zon. Ja. Dat wist ik niet. Dat is één grote lavabol. Ja, maar lava, dat is toch... dat is toch zo vloeibaar steen, hè? Ja, en ik ga u één ding zeggen, de zon zal niet eeuwig blijven schijnen. Ja, nee, maar waar komt het steen dan vandaan uit de zon? Van het afkoelen van die lava. Ah, oké. Okay. Zo gelijk wij wonen eigenlijk puur op lava, maar dat is hier zo zwaar afgekoeld. Je moet denken, miljarden jaren geleden waren er zoveel bossingen in ons planetenstelsel. Waardoor dat de aarde groter en groter was. Maar je moet ook denken, er was dan ook nog het oorspronkelijke dinosaurussen. Maar die werden neergehaald door meteorieten. Maar, er is wel een maar. Het heeft wel letterlijk en figuurlijk meer dan 1000 jaar gekost om de aarde terug af te koelen. Maar er was nog altijd water over de ganse wereld nog ergens aanwezig. En daar hebben die microben zich goed kunnen voortbroeden en kunnen volhouden. En zo is eigenlijk de eerste wezens op de aarde ontstaan. En eigenlijk het leven. En hoeveel jaar ongeveer is dat geleden? Miljarden. Van de eerste... Maar lava is dan eigenlijk van de kern van de aarde dat eruit komt. Ja. Zo uit elkaar? Oh ja, dat wist ik niet. Dus eigenlijk al die vulkanen wat wij kennen, dat is eigenlijk het lava wat eigenlijk nog eigenlijk de restante van die meteoriet is. Hey, Timmy, supergoed idee. Wetenschap met Psycho TV. Zo weetjes kun je opnemen bijvoorbeeld. En zoals één keer per week of één keer per maand zoals een video maken van zoals je net deed. Want dat vond ik super interessant. Ik ga sowieso zeggen, ik heb eigenlijk sinds kort naar zo'n documentaire gekeken van het ontstaan van het aarde. En nu ben ik mee aan het bijscholen van hoe ontstaat het menselijk lichaam. Daar ben ik nu ook mee aan het bijscholen. Heel interessant.
I know. Want ik heb vroeger zo die videocassettes gehad van zo werkt het menselijk lichaam. En dan kreeg je ook zo stukjes van het menselijk lichaam ook binnen in plastic vorm. En dat moest je dan ook zo monteren in zo'n houderke tot dat een echt menselijk lichaam was. Dat was misschien zo'n 50-delige reeks. En om de zoveel reeks kreeg je dan ook een videocassette erbij waar je dus dan kon naar kijken. Oh, kent jij Er Was Eens? Ja, dat is dat wat ik mee bedoel. Super cool. Dat is wacht. Oud. Ja, dat is onze ik heb tijden. Dat. Ja, dat is wel oud, hè? Ja. Oké, dan gaan we door naar de volgende vraag. Wacht, zou je scherm kunnen delen zodat ik kan meekijken toevallig? Of gaat dat niet? Ik ga dat proberen, maar dat staat alleen maar mijn dingen OBS op nu. Ah, oké. Okay. Maar voor YouTube dan. Zit alleen mijn OBS staat hierop. Hallo. Hallo. Oké, dan gaan we door naar Gilles Simons. Valt je nog weg? Ja, ik val nog af en toe eens weg. Als het ergens te warm is, was soms mijn truc ook wel te veel. Of als ik me iets te fel opjaagd, heb ik ook een hele zware truc op mijn voorhoofd. En dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Oké, en dan Danny van Hamel. Ik wou graag een kind adopteren uit Syrië, maar door mijn verleden is dit niet mogelijk. Wat is uw mening hierover? Danny, ik ga sowieso ook zeggen, ik kan dat zelfs ook niet, een kind gaan adopteren. Omwille van mijn financiële kaartje is hij niet sterk genoeg voor een kind op te voeden. Ik weet niet hoe dat juist zit dan weer met jouw situatie, met jouw verleden. Ik wil daar ook niet bij op beoordelen. Want dat zijn allemaal zo regels rond. En die regels ken ik niet van in de adoptiewereld. Bij deze. Ik geef dat eerlijk toe. Ik denk wel dat je een kind zou kunnen adopteren. Ik heb dat eens opgezocht en ik denk dat je het criteria wel voldoet, Timmy. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan van Shani Loco. Wat moet de storingdienst doen als ze zich daar een storing voordoet? Ja, dezelfde storing proberen op te lossen. Ja, maar dat is wel een goeie. Ja, dat is wel een goeie doordenkertje. Ja, bij de Telenet dan soms, hè? Ja. Dan moet Telenet het internet bij Telenet gaan maken. Ja. Heb ik al vaak genoeg gehoord. Dan Repel, steeltje. Zindelijkheid wil zeggen dat je integraal je natuurlijke behoeften kan beheersen. Ik wou dus weten, zoals ik al eerder vroeg in de vorige Q&A, hoe lang jij al zindelijk bent. Ondertussen ben ik zelf al 4 meter zindelijk bij deze. En wat je daar juist mee bedoelt met zindelijk? Huh? Wat is zindelijkheid? Ja, vorige week had hij dat gevraagd. En nu is hem dat opnieuw aan het uitleggen, maar ik snap het eigenlijk ook niet. Wacht, ik heb het hier opgezocht op, jawel, namelijk Wikipedia. Ik zal de Google-stem nog eens laten in gang schieten. Hallo? Ik ga dat eens proberen. Hallo, kus. En dan gaan we dat eens laten afspelen. Zindelijkheid of zindelijk zijn is het in staat zijn de eigen natuurlijke behoefte te beheersen. Deze behoefte is dan met name de prikkel die iemand ervaart om zich te ontdoen van de definitie van zindelijkheid. Kinderen en jonge huisdieren worden getraind om zich bewust te worden van deze prikkel en om er vervolgens pas op een aangewezen locatie gevolg aan te geven. Voor kinderen van ongeveer 2 à 4 jaar betekent dat het leren gebruiken van een po of wc, maar het is niet ongebruikelijk dat kinderen zelfs op nog wat latere leeftijd luiers gebruiken. Bij mensen wordt de periode waarin de zindelijkheid wordt aangeleerd de anale fase genoemd,
voor jonge dieren zoals katten betekent dat meestal het bezoeken van de kattenbak of een tuin. Voor honden betekent dat meestal een wandeling in de buitenlucht met de baas naar een plaats in de buurt. Zindelijkheid is nodig voor een schone leefomgeving. Het zich gecontroleerd ontdoen van lichamelijke afvalstoffen is nodig om de verspreiding van ziektes en aandoeningen te voorkomen. Daarbij is zindelijkheid voor dieren van belang omdat de aanwezigheid van uitwerpselen hen kan verraden aan roof- of prooidieren. Voilà, bij deze weten jullie wat zindelijkheid betekent. Dankjewel, Google. De zinnelijkheid wil zeggen dat je integraal natuurlijke behoeften kan beheersen. Dat klopt, dus dat hebben we ook gehoord van Google. Ik wou dus weten, zoals ik al eerder vroeg in de vorige Q&A, hoe lang je al zinnelijk bent. Ondertussen ben ik zelf al 4 meter zinnelijk bij deze. Die 4 meter zinnelijk, dat weet ik niet als dat klopt, want ik heb daar nergens van meters gehoord. Ik ben een normale mens, ik ben ook normaal opgegroeid. Ook met mijn pamperfase naar de gewone fase toe bij deze. En ja, ik weet sowieso dat ik terug naar de ook, als ik redelijk oud ben, opnieuw naar de pamperfase moet terugkeren. Iedereen moet dat. Echt? Oh ja, als je ouder bent en je hebt je sluikspieren niet meer te goed onder controle, dan zit je blij dat je een pamper kunt dragen. Dus als ik 80 ben, ga ik onder mijn broek kakken of wat? Dat kan gebeuren, ja. Oh my god. Dus kakken, mensen. Heb je dat al mee? In Nederland heet dat dus poepen. Poep. Bij deze. Ja, ik moet dat eerlijk toegeven. Die niet, heb je al meegemaakt? Ik heb dat al regelmatig meegemaakt in mijn loopbaancarrière, ja. Wat? Dat je in je broek hebt gekakt? Nee, van oudere mensen. Ah, oké. Bij deze. Ja. Oké, dus dan gaan we door naar, want het is al 2:12 al s'nachts. Johnny Loco, als je met een figuur zegt, figuren zegt. Zaag je dan cirkels met een cirkelzaag? Nee, daar kun je ook mee figuren zagen. Huh? Oei, hier gaat direct ergens een lamp springen, want hier is iets aan het flikkeren. Oh. Wow, okay. Kun je dat laten zien? Dan ga ik OBS even erbij nemen. Ik weet niet, als jullie het klein beetje ziet, dat het daar zo wat flikkert. Oh. Ja. Dat is wel raar, hè? Wacht, en nu is het even weer gedaan. Ik weet wat dat is. Nee, het is een lamp die... Dat is Alice, denk ik. Die is misschien met de kabels aan het spelen of zo. Stel je voor. Oké, we gaan verder. Dus ik wil dat het echt nu afgeraakt. Flipkop, strikvraagje, opgelet. Wat doen komkommers in de komkommertijd? Ja, groeien. Logisch toch? Dat was toch echt een strikvraag, hè? Nee. Dan een repelsteeltje. Wat zijn je top 5 favoriete Pokémon's? Sowieso Pikachu. Dat is ik denk van heel veel mensen. Dan Venusaur. Ivysaur. En dan Blastoise. Dan Charizard. Dan heb je er al 4. En dan Mewtwo. En niks van de nieuwe generatie? Niet echt, nee. Ik hou echt van de allereerste generatie. Dat is de echte kern van Pokémon. Boef, ik ook. Wat dan? Dit is het. Hallo Boef. Hallo, ik zou de Q&A's aan het opnemen, dus gelieve stil te zijn. Is goed. Shiny Loco, de zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar. Waarom wordt het hele vliegtuig dan niet van hetzelfde materiaal gemaakt? Dan krijgt het niet van de grond. Echt niet. Want vliegtuigen moeten op een licht materiaal kunnen vliegen. Maar hoe kunnen er dan zo 1000 mensen vliegen?
Omwille van de kracht en de snelheid van de motoren en de vleugels, hoe die ook staan voor op te stijgen en te landen. Dus daar gaat dan ook de wind eroverheen en of al eronderheen erdoor, waardoor dat de vliegtuig zowel omhoog kan gaan als omlaag kan gaan. Heb je dat ook in een documentaire gezien? Nee, dat weet ik van Wouter de Hoge, die op Zaventem werkt. Eerst bij Flightcare, wat nu failliet is, jammer genoeg. Maar hij is maar verder kunnen beginnen bij DHL. Bij deze. Dus die heeft heel veel geluk gehad met de job. Dat was wel Sabena eigenlijk, hè? Nee, hij is niet begonnen bij Sabena. Hij is echt begonnen bij Flightcare als bagagist. En dan heeft hem zo opgewerkt als ploegleider. Dus echt een monitor. En dan is Flightcare failliet gegaan. En dan heeft Wouter zijn sterke punten allemaal doorgespeeld naar DHL toe en daar is hem nu aan het werken. Bij deze. Oké, dan hebben we Gilles Simons. Welke vlogger zie je als grootste concurrent? Ik zie niemand als concurrent. Als iemand gaat vloggen of zo, die heeft zijn eigen stijl, noem maar op. Iedereen is anders bij deze. Soms spreek je in je vlog over Edith, maar wie is dat juist? Ik bedoel dan Edith. Dus dat ik mijn vlog ga aan elkaar ga plakken, Dat vroeg ik me ook soms af. Voilà, bij deze. Dus ik zeg heel rap Edith. Smooth. Dan Shani Loco. Heb je niet zo het gevoel dat CycleTV zo'n hoogtepunt bereikt heeft? Nee. De dagelijkse vlogs zijn niet dagelijks meer. De kwaliteit en content zijn ook niet meer wat ze vroeger waren. Buiten, boost zijn professionele edits. De Discord is ook vaak doodstil. Fans die vertrekken. Shani, er is redelijk veel gebeurd de laatste weken. Ook op Discord. Het zijn heel zware weken ook geweest voor mij. Het probleem is ook, ik heb het al eens in een vlog gezegd, ik wil dus ook eens een dagje, dus er niet zijn op Discord, dat ik niet word dus geroepen omhoog van een ruzie of zo, dat ik er ook weer wat ertussen beiden moet zijn, dat ik eens even eens een dagje kan zeggen van, nu kan ik eens een dag nemen voor Bea, helemaal voor Bea, mij en Bea alleen, en niemand gaat ons storen. Bijvoorbeeld, zodat ik ook bij de zwemvlogs, jullie konden mij niet bereiken omhoog van dat ik mijn gsm niet bij de hand had, en Bea ook niet, want... Je kunt uw gsm niet meenemen in het zwembad. Dus zo van die zaken willen we ook terug doen, maar we waren te veel gefocust op Discord, waardoor dat de fun momenten wegbleven in de vlogs. Bij deze. Dan BRNT. Onderweg naar de winkel liep ik een vrouw tegemoet. Deze vrouw had twee rugzakken met in elk rugzak drie katten met elk drie kittens. Katten en mensen bij elkaar. Met zijn hoe velen liepen we naar de winkel? Ja, jij en en de vrouwen. En niet daar alleen van. Met zijn hoeveel liepen we naar de winkel? Wacht, hè. Dus twee. Ik denk alleen. Jawel, alleen, want honden en katten zijn niet toegelaten in de winkels. Je zet Brent veel te snel af. Ja. Want, daar heb ik ook nog een verhaal rond. Ik had dus, vroeger toen ik met een andere ex samen was, die had dan ook een puppy. Welke ex was dat? Was dat beautyblogger? Evelien. Dus ik was... Beautyvlogger? Nee, niet beautyvlogger, dat is Eileen. Ja, maar het is niet beautyvlogger, het is powercouple nu. Ja, powercouple, maar... Dat is echt het is Eileen. Het is Eileen, niet Eileen. Het is Eileen. Dus, ik ga zeggen, dus ik had dan met haar puppy dus mee naar de winkel opgegaan, de Carrefour-winkel in Hasselt, op de Grote Ring. Ja, ik heb een shop op en dan in één keer sprak mij een bewaker mij aan. Ik zeg, jonge gast, je mocht hier niet met uw hondje binnen. Ik zeg, ja, waar staat dat? Ja, voordat je naar binnen komt, staat dat aangegeven aan de deur.
zeg, ah wel, dan mocht je met mij meekomen, zeggen waar het staat. Oké, die bewaker met mij meegekomen naar de ingang en die zegt, ja, daar staat, huh? Waar is die etiketje daartoe? Ah, dat staat hier zo achter die televisie. Oeh, onze excuses, sorry, dat is eigenlijk ons niet ons te bedoelen. Dus het plaatje was eigenlijk volledig verborgen, dus ik kon ook niet zien dat het verboden was. Oh. Maar je kon ook gewoon zeggen dat er zo'n helphond is, hè? Zoals zo'n blinde geleiderhond of zo. Dan moet dat toch ook opstaan. Op de hond? Op de hond, ja, dus die moet dan zo'n vestje aan hebben. Dus waarop staat, ik ben aan het werken. Ah, maar dan kun je dat gewoon aandoen, hè? Ik bedoel... Ja, maar dan, daar zijn maar één ras of twee rassen honden die daarmee kunnen opgeleid mee kunnen worden. Ah, dat is wel jammer. Met deze. Oké, ja, dan Tamara. Ik denk dat ik het antwoord weet en dan Pierre-Antier weer stuur maar in privé. Oké. Gilles Simons, waarom doe je eens niet een prank call video? Veel bekende YouTubers doen dit en het levert goede content op. Ja, dat is een goed idee. Dat is waar. Maar wie? Ja, weet je zo... Denk aan, de frituur, de winkel... Je belt zo twee pizza-restauranten op, maar dan laat je zo tegen elkaar praten. Ja, ja, ik kan er wel iets doen, maar hopelijk loopt dat niet uit de hand. Oh, dat kan nee, als je zeggen zijn, hè. Als je op het laatste gewoon zegt, it's a prank, dan is dat allemaal in orde, hè. Oké. Okay. Just a prank, bro. Ik ga nu nog even verder. Kiefer. Oh. Zo, wel tof zijn zo'n prank call doen bij Alice. Nee, dat doe ik niet. Pierenti, uw haarkleur is wel niet meer heel zwart, hé. Vind je dat niet erg? Ik weet het, het is niet heel zwart. Maar het gaat binnenkort er weer vanaf. Ik vind het mooi zo, eigenlijk. Ja, dankjewel. Dan Kiever, wat maakt CycleTV verschillend van andere vloggers? Omwille van dat ik, ja... iets meer doet dan alleen mijn dagelijks filmen. Nu maak ik ook een Q&A op het nemen, dat steek ik ook in mijn vlogs, waar de andere vloggers weer al niet doen. Die maken daar weer al een andere video voor. Ja, ja. En je geeft ook heel veel om je fans. Ja, dat klopt ook. Kiever, ben je voor of tegen de doodstraf? Ik ben tegen de doodstraf. Als bijvoorbeeld, als als ik iemand heb vermoord, dan verdien ik wel de doodstraf, maar dan heb ik veel liever dat ik dan levenslang word opgesloten en word afgeschermd van de buitenwereld. Ik zal liever doodgaan. Ja, maar nieuw over jezelf, bijvoorbeeld iemand anders. Stel je voor Marc Dutroux, zou die de doodstraf verdienen? Ja, toch? Ja, maar je weet sowieso als Marc Dutroux één voetstap buiten zet, dat hij gewoon wordt neergeknald. Oh, dat denk ik niet. Belgen zijn echt pussies. Pas op. Want heel veel mensen zijn nog altijd kwaad op Mind the True, waaronder ik en hoor. Ik bedoel, het is al geleden, hè, niet? Wat blieft? Het is al even geleden. Zijn zijn daden niet zo'n beetje verontschuldigd nu? Nee. Dat is toch het doel van een gevangenis, om je te rehabiliteren, niet? Niet naar een moord van twee jonge meisjes, dat kun je nooit vergeven. Ah, ik wist niet dat hij dat had gedaan. Jawel, Anne en Eefje. En Danny dan? Die heeft toch ook heel veel shit gedaan? Die heeft alleen maar materiële schade toegebracht. Niet... Die heeft ook een kind gekidnapt. Nee, die heeft ook mensen gekidnapt en zo. Ja, maar de kind is niet dood. Ja, nee, maar die had... Nog, die heeft een trauma, die heeft een hele... 1 miljoen frank losgeld gevraagd. Hij heeft een levenlange trauma nu. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Maar waar ik dan daar weer dan terecht in vind, is dat alle medische kosten wat die meisje dan nodig heeft, dat Danny dan moet betalen en niet de ouders. Ja, dat vind ik. Dat heb je gelijk. Dat is een goed idee. Daar ga ik integraal mee akkoord. Want ik ga ook een verhaal vertellen van een kameraad van mij. Waar gebeurt een verhaal? En waar gebeurt het verhaal ga ik nu vertellen. Dus, in de kamer, wij hadden dus 6 maanden totaal geen contact meer met elkaar.
toen bestond Facebook nog niet. Dus we hadden ook heel weinig contact, ook via gsm, noem maar op. En dan in één keer, jij kwam met een brommer, om naar mijn thuis komen. Maar, jammer genoeg, 500 meter van mijn thuis af, dus van mijn ouders in thuis af, ja, verongelukte hij. Wow! Ja, hij werd aangereden door een bestuurder, een dronken bestuurder. Ja. Eerste slag was, ja, vluchtmisdrijf. De tweede slag was dat mijn kameraad echt moest vechten voor zijn leven. Want die heeft echt aan de zijde draadje gegaan. Dus nu vanaf... Tegen wie moest hij vechten? Alsjeblieft. Tegen wie moest hij dan vechten? Ja, tegen zijn dood. Idioot. Niet een idioot, shift. Dat is toch een uitdrukking? Dus, ja, het is niet meer shift. Ja, het is te laat, maar ik was niet meer terug weg. Dus, oh, echt zo. Ik ga even verder. Dus die heeft echt gevochten voor zijn leven. Dus dat hem kon verder leven en dat is ook nog gelukt. Maar hij is wel verlamd voor de rest van zijn leven. Dus zit hem in een rolstoel aan de onderbenen. Dus echt continu, juist aan de onderbuik, alles wat. Daaronder is verlamd. Dus het kan ook heel moeilijk gaan naar de wc gaan, noem maar op. Dus al die medische kosten moet die vluchteling, dus die vluchtmisdrijf heeft gepleegd, vluchteling, allemaal betalen. Maar, dat was dus onze derde slag, dus dat hij voor zijn leven moest vechten. De vierde slag was voor mijn papa. Wat bleek dat dat ene, dus die had ook nog gedronken, moet je denken. Dus die bestuurder had ook. Nee, mijn papa niet. Dus die bestuurder had ook nog gedronken. Maar die vierde slag kwam bij mijn papa pas aan. Was dat blijkbaar iemand uit zijn ploeg. Hoe ploeg? Ja, waar hij werkt. Waar hij werkt. Maar de fout van de vluchtelingen. Nee, niet van de vluchtelingen. Dus hij heeft vluchtmisdrijf gepleegd. Iemand uit mijn papa zijn ploeg, waar hij mee samenwerkte. En hij is direct naar de CEO gegaan en hij heeft zelf gezegd dat kijk, ik wil dat die gas nu uit mijn ploegenstelsel verdwijnt, of anders hangt er straks bloed aan de muur. Dus uw papa is naar de politie gegaan? Ja, die heeft die gast aangegeven, want die heeft tegen mijn vader, ja, want mijn vader was al monitor, die heeft dat daar dus opgebiecht en die heeft dan dat ook gaan doorvertellen aan de politie en alles is dan aan het licht gekomen, want... Daar hangt er nog bloed aan de koplamp van mijn kameraad. Ja, dus vader heeft gesnitcht? Ja. 500 meter voor mijn ouders hun thuis. Die was voor een verrassing naar mijn thuis aan het rijden. Voor mij te komen verrassen, om te zeggen van het is heel lang geleden dat we elkaar nog hebben gezien. En dan gebeurt zoiets. En wanneer was dat gebeurd? In welk jaar? Dat is, ik... Ik geloof dat dat nu om de beide toch een goede 15, 16 jaar geleden is. En zijn hobby is nu, hij was continu ook aan het paardrijden en al. Dus hij rijdt heel graag paard, maar ja, hij kan dat nu niet meer, omwille van zijn handicap. Hij is nu, heeft een nieuwe hobby heeft gevonden en dat is kaarten. Oh ja, dat is dus echt knap. En heb je die gezien? Vriend? Ja, maar die is nu ondertussen tijd verhuisd naar het buitenland toe, dus daar heb ik jammer genoeg geen contact meer mee. Spijtig. Ik vind het ook maar, heel spijtig. Maar moet die kerel nog altijd geld betalen dan? Ja, Want het probleem is ook, die zijn naar Ginder moeten verhuizen om de medische kosten en al daar te laten doorgaan, ook voor de operatie. Want dat was hier in België niet mogelijk. Of anders was Dieprechter, was mijn kameraad dus Dieprechter niet meer geweest. Dat is echt wel een sterk verhaal. En het is een waar gebeurde verhaal. Want het is gebeurd op de Meerdegatstraat. De Meeuwengat? Meer de Gatstraat. Heel gat. Oké, ik ga nu nog verder. Even mijn Q&A nog verder afwerken. Want het is al redelijk laat en ik moet morgen nog gaan werken.
Is er leven op Pluto? Vraagt ook Kiever. Ik weet het niet. Dat moeten de wetenschappers nog ondervinden. Wat ik veronderstel, wij kunnen niet de enige planeet zijn waar leven is. Er moeten nog andere planeten zijn en ook andere universums zijn waar leven is. Dat kan toch niet... Heb je de artikel gelezen? In Venus is er nu ook leven bijna gevonden? Bijna. Ja, de vluchtelingen. Ja, de vluchtelingen. Kun je dansen op de maan? Ja, je kunt er zeker dansen op de maan. Maar je zit daar gewoon wel gewichtloos. En wat dan, is gewichtloos? G-kracht 0. Maar dan vlieg je toch weg, hè? Waarom vlieg je weg, hè, Dimi? Ja, je zit toch gewichtloos is toch als je G-kracht 0 hebt? Ja, maar als je dan springt, dan valt je toch niet meer naar onder? Ja, ik denk dat ofwel is daar de G-kracht 1 of 2 maar, dat je echt zo gelijk in het water zo sprongetjes kunt maken onder water. En hoeveel is dat op aarde ongeveer? Ik weet dat niet. Dat weet ik echt niet. Ik ben geen wetenschapper. Geen natuurwetenschapper. Als ik het wist, wou ik het echt, dan beantwoordde ik het echt heel graag, maar ik wil ook geen leugens gaan vertellen op YouTube en ook aan jullie toe van wat niet waar is. Als ik iets niet weet, zeg ik dat ook en ik kan daar ook dan niet op verder op in, omdat dat echt puur natuurwetenschappen is en ik ken daar niks van. Oké. Dan Exo. Wat Zakko TV verschillend maakt, is dat hij nooit zijn beloftes nakomt en andere vloggers wel. Ik denk dat er nog vloggers zijn die het nog viezer spelen dan ik, hoor. Zoals wie? Wie zou zo'n vuile vraag stellen? Ik denk Acid. Ja, maar Acid maakt geen valse beloftes, hè, Dimi. Nee, maar die heeft toch wel iets anders er toch gedaan, wat niet door de beugel kon. Ja, hij had een ruzie, maar hij heeft geen valse beloftes gemaakt met iemand, hè. Niet alleen die ruzie heeft hij het al voortdurend gekregen op zijn kap. Die heeft nog iets verkeerd gedaan, hoor. Ja, maar niks tegenover zijn fans, wel tegenover andere YouTubers. Oh, jawel. Niet naar zijn fans, wel naar andere YouTubers. Jawel, ook naar zijn fans toe. Oh, wat heeft hij gedaan? Die heeft aan zijn fans verplicht om de creditcard van hun auto's te stelen en zijn merchandising te kopen. Wat ja, dat was grap bedoeld. Hij bedoelde dat als een grapje. Ja, maar het is wel in de verkeerde aard gevallen. Maar ja, maar dat heeft niets te maken met valse beloftes, hè, Dimi. Ja, oké. Maar ik ga daar ook niet verder op in, want die discussie is op YouTube al volledig gesloten en ik wil dat niet meer terug echt openmaken. Dat is integraal gesloten, Exo. We gaan verder. Oké, Kiever. Kiever, is er plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Dat weet ik niet. Ik denk van wel. Want al die sterren waar je ziet met die blote oog, dat zijn al uitgestorven planeten. Shiny Loco. Kun je nog eens herhalen? Ja, dus die sterren waar jij ziet met die blote oog, ja, dat zijn dingen waarop elkaar zijn gebotst van meteorieten en al. Maar wij zien dat pas, maar dat is al volledig boven ons, al volledig echt al uitgestorven. Hoezo? Maar we zien dat ook. Ja, gewoon van dat zoveel lichtjaren pas bij ons bereikt. Hoef niet zoveel vragen stellen. Ja, want ik wil ook de dingen, de Q&A ook beginnen af te ronden. Waarvan ik moet ook nog YouTube doen en het is al bijna 12:30 slaat, dus en ik moet nog renderen. Oké, we gaan dan over. Oké. Shani, als ik een gat graaf van 2 meter 54 centimeter, hoe diep is dan het gat dat ik gegraven heb? Een gat graaf van 2 meter, ja, 54 centimeter, voilà. Wat zou jij doen als je iemand met zijn gezicht in het kanaal ziet staan en die beweegt niet meer?
vind, je ziet het kanaal. In het kanaal ziet staan. In het. Wat een zinsbouw. Ja, echt. Maar ik had echt in Nederland. Oké. Okay, ik ga sowieso zeggen, Shani, stel al die vragen opnieuw voor de volgende Q&A, maar deftig dan in het plaats. Ik denk dat hij gewoon bedoelt als er iemand in het kanaal ligt met zijn gezicht in het water. En ja, die beweegt niet meer. Dan bel ik de 112. Shani, Nederland. Het is misschien zijn laatste kans. Ja, ik, of, maar ik, ja, als er geen omstanders zijn, sowieso eerst 112 bellen. En dan in het water duiken. Moet u uithalen, hè? Ja, in het water duiken, zei je toch? Anderweg, ja, die. Oh ja. Dan Danny van Harmel, heb je me nog graag? Ja. Dan Bier en Tea, wat vind je van Pizza Hawaii? Ik lust geen pizza's, heb ik in het begin van mijn Q&A gezegd. Als je tussen alle pizza's mag kiezen, op welke plaats zet je dan Pizza Hawaii? wat vind je van paprika? Lust ik ook niet. Vind je dat lekker? Ja, nee. Ananas of paprika? Ananas, dat lust ik wel. Hoe zeg je ananas in het Engels? Oeh, dat kunnen we vragen aan Google. Nee, Dimi, je moet dat zelf... nee, ik moet denken, Dimi. Ah, ik weet dat niet. Je moet het raden. Ik denk ook ananas. Ik denk de spoiler niet. Ananas. Ananas. Oké, ananas. Nee, ik heb het nu opgezocht, dus ik heb het jullie echt gezegd dat ik het niet weet. Dus ik ben ook heel eerlijk geweest. Ik heb het opgezocht, nu ben ik ook daar heel eerlijk in. Ananas. Nee, ik ga het door Google zelf laten zeggen. Pineapple. Pineapple. Pineapple? Ja, pineapple. 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 Voilà. Dus ik heb het jullie nu ook in het langzaam laten gehoord. Ik heb het in het versneld laten gehoord. Dus hopelijk zijn jullie bij deze ook weer al wat slimmer geworden. Maar ik weet niet als Discord het hoort. Waar ik afspeel op mijn computer. Oeh. Gezondheid. Dank u. Shani Loco, op een schaal van 1 tot 10. Wenen doet me niets. Hoeveel pijn heeft het gedaan toen Milan Knol zei dat je creepy, ongemakkelijke loser was? Wat? Ja, dat heeft Milan Knol wel gezegd dat ik een creepy, ongemakkelijke gozer was. Dat klopt. Daar heeft Shani volledig gelijk in. Ik ga het dus even opzoeken op YouTube. Oh, heeft hij dat gezegd of wat? Ja, die heeft dat gezegd. Ja. Ik had dat gezien. Waarom? Milan Knol. Ik ga het even opzoeken. Dat is een loser, Milan Knol. Ik heb hier een paar vragen. Ik ga Danny erop afsturen. Ja, wegshift. Ja, wegshift. Voilà. Ik heb het gevonden, ik ga het ook even aan laten zien aan jullie, dus ik ga ook even, voilà, only beeldscherm 2. Hier is dus Milan Knol, en ja, ik heb een afbeeldingscherm. Mannen ook wel, maar vrouwen? Hey, dankjewel man, ik vind dat echt tof, ik vind dat echt heel tof. Het herinnert me wel een beetje aan jouw hoofd, een beetje zo'n ei-hoofd. Ja. Nou, wie is die dikzak in het midden? Ik heb wel het eerste filmpje opgezocht. Dat weet ik niet, maar hey, de zon met bepaalde promotie. Dat is mijn logo. Hier bij Ab de Corner aangekomen ben ik een heerlijke eclairken aan het eten. Njem, njem, njem. En dan zijn we terug richting appartementje toe. Ja, ik heb nog altijd mooi zwart haar. Dus welkom op de vlog. Speciale vlog vandaag. Je geeft geen blauw duimpje omhoog te doen. Hij begint meteen met liken. Hoi, lekker. Ja, dat moet je nooit doen, man. Vind ik ook vermoeiend. Maar wat had zei die? Hij zegt, ik heb nog steeds zwart haar. Ja, weet je niet. Ik vind het sowieso een beetje creepy hoe hij hier kijkt. Moet je kijken. Kom op de vlog. Speciale vlog vandaag. Speciale vlog vandaag. Dit is allemaal. Stel ik op zo'n slaapkamer binnenloop bij je vriendin. Speciaal ondergoed aan vandaag. Het is wel lekker eten, toch? Ja, dat is wel lekker eten. Ja, zijn jullie gewoon aan het lachen of wat? Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ik ben de hele tijd niet aan vloggen. Er komt hier niks bijna voorbij.
begin te vloggen, één na de andere nodig. Jullie hebben dit gehoord. Oké, weet je, we gaan hier niet meer beginnen. Nee, ik vind het een beetje ongemakkelijk nieuws. Ik wil even kijken naar gekke dankjewel, Milan, of dat wie jouw... dat ook zegt, die bluske met de staf op, dat is Milan Knol niet, bedoel ik. Die dat met het, ja, jullie zien het, de bluske met de staf op. Dankjewel dat ik, ja. Je gaat een haarlijn, gewoon een duo met die Milan. Dus nu hebben jullie het ook gezien nu, dus we gaan nu ook verder met de Q&A. Het heeft me niet veel pijn gedaan hoor. Slechte reclame, is ook reclame moet je denken. Milan Knol een fucking retard. Fucking Milan Knol. Ja, wanneer ga je eens veranderen van intro? Ik blijf van u verschillend verschrikkelijk vinden. Het staat veel te luid, deze is dat mijn mening hierover. Kiever, ik ga u één ding zeggen, er zijn zoveel YouTube kanalen die jarenlang dezelfde intro gebruiken. Jarenlang. Dan heb ik het al over Milan Knol, Enzo Knol, Thies Games. Die gebruikt ook continu dezelfde intro. Jimmy, als je wilt, ik u die intro van mij doorsturen, hè? Dat is een goed idee. Okay. Dat is wel een goed idee, maar niet voor in deze vlog. Omhoog van, ik ga ze bieden als de Q&A echt gedaan is. Direct beginnen te renderen. En dan gaat het 10 uur anders. Ja. Dus, oké. Okay. Ik ga nu even pushen. Zit Drakenmeester 073 nog steeds in de Psycho Crew? Drakenmeester 073, dat we, ja, die zit nog altijd in de Psycho Crew. PRNT, wat is je schoenmaat? 50-52. Nee, van... ik geloof dat echt niet, dat kan toch? Ik ook niet. Wat dan? 52! Dat is zo groot is, Demi. Maat 50/52, dat hangt van schoenmerk tot schoenmerk af. Demi, zou je alsjeblieft eens je voet willen laten zien? Ja, maar ik heb iets ter vergelijking nodig eigenlijk. Ja, dat heb ik hier niet. Schoenen halen, Demi. Hier, ik ben bijna 2 meter en ik heb maar schoenmaat 48. Hoe groot zijn jij, Dimi? Dimi, ga een schoen halen, Dimi. Ik ben een meter 87. Mooi. Met je clownsvoeten dan? Nee, maar ik ben wel daar ook wel ooit eens op M&M eens gekomen. Ik denk dat dat ook nog wel ergens te vinden valt op mijn YouTube-kanaal. Dat staat ook nog integraal online. Ik ben echt op M&M geweest. Oh, schoenmaat. Ja, toen ik echt omhoog van de schoenenwinkel waar ik het altijd ging halen, die is failliet gegaan. Ik ken zelfs de naam niet meer. En ja, het probleem was, ik zat was aan de buitenmaat. Nee, het was niet een Benuweek, het was een Korte Sem. Die winkel was failliet gegaan. Ja, een probleem is, begin dan maar nog eens een winkel te vinden die buitenmaatse schoenen verkoopt. Dus zo naar andere schoenwinkels gegaan, dus ik ga geen namen noemen van schoenwinkels, omdat dat is reclame. Wij maken die niet, of wij mogen die niet bestellen, bla bla, dit en dat. En uiteindelijk hebben we toch een winkel gevonden, dan in Zonhoven, die het wel doet. Maar eerst heb ik dan ook nog een oproep gedaan, ook via Radio M&M. Maar een Banneuwijk is ook een schoenmaker en die heeft zo schoenen gemaakt voor de grootste man ter wereld. Dat was een Rus en die had zo maat 60. Ja, dat heb ik ook eens gelezen. Maar ik ga nu terug verder met de Q&A. Danny van Hamel, ken je goede dating sites? Zo ja, de welke? Ik heb nog nooit touche gehad op een dating site, dus nee, ik ken geen goede dating sites. Shani Loco, in een vlog en in de Discord chat zei je dat je Knol mensen kent en dat je zelfs zijn WhatsApp hebt. Nu als jij in hun video voorkomt, kennen ze jou helemaal niet. Ze herkennen u zelfs niet. Alhoewel, hoe komt dat precies? Dat is een goede vraag.
Omwille van... Is Milaknol al ooit in mijn video's gekomen? Nee, denk ik. Of wel? Nee. Ah. Ik heb, wij hebben nog nooit elkander in het echt gezien. Daar ben ik heel eerlijk om. Als ik eens ooit eens een tip of zo nodig had van Milan Knol, toen ik heb zijn nummer, WhatsAppen wij. Ik WhatsApp ook niet om de 5 seconden naar Milan Knol. De laatste WhatsApp-reis wat ik eens heb gestuurd is misschien nu al maanden geleden. Maanden. Waarvan ik ben al sinds 2011 al bezig met YouTube. Ik wil wel weten wat je het laatste in Milan en Knol hebt gezegd, eerlijk gezegd. Dat lijkt me wel interessant. Heb ik ergens minuutjes ingeleerd, ja. Staat dat hier maar op als je het hier op je trace-instellingen hebt gezet. Heb je telefoon op bedrijfsinstellingen gezet? Ja. Waarom? Ja, een maandje geleden of zo. En dat ga ik nu binnenkort opnieuw doen, omwille van, ik heb het zelfs al gezien, of wel gemerkt aan mijn vlog zat, met mijn geluid voordoet op de beeld. Ah, dat kan wel zijn dat dat door je telefoon komt. Ja. Ik ben het aan het zien. Stop! Stop met me weg. Wat was dat, Demi? Huh? Wat was die voice message? Dat was iemand anders. Ik ben ook nog naar een andere voice message, want ik had nog een bericht binnengekregen. Shift, sorry. Hier, daar heb ik dus als bericht binnengekregen op mijn voice. Ik wil broer bellen. Ik wil wat bellen? Dat is een collega van mij en die is heel zwaar gehandicapt. Ik wil broer bellen. Ah, en die heeft u dat gevoicechat? Ja. Via WhatsApp. Die wou eigenlijk zijn broer bellen, maar dan stuurt hij dat naar u. Ja, ik denk dat hij dat weer via Google dingen dat wil doen. Ik weet niet hoe dat juist moet. Ja, met Siri. Hoe? Siri. Ah, Siri. Ken ik niet. Dat is echt heel rood, man. Oké. Maar ik ga die even geschrikt. Laatst waar ik naar Milan Knol heb gezonden. Juist, dat was de vraag. Op het spraakkanaal. Heb jij de nummer van Enzo Knol? Voilà. Had Milan dat naar gestuurd? Nee, nee, ik heb naar Milan dat gestuurd. En heeft hem daarop geantwoord? Nee. Ah, spijtig. Volgende loser, de Milan. Nee, ik begrijp dat wel. Omwille van dat Enzo Knol ook heel graag zijn nummer zo privé mogelijk ook probeert te houden. Zoals de andere YouTubers. Maar ik vind het wel geweldig dat ik ook in een Tumblr zit van Milan Knol. In wat? In een Tumblr van Milan Knol. Wat is Tumblr? Dat is de afbeelding. Van de thumbnail. Ja, zo dat, ja. Dat bedoel ik. Ah. Oké, van EXO. Een van de zoveel leugens, hé Dimi. Nee, dat is geen leugen. Gilles Simons, hoe spel je onnozelaars? Ja, ik heb het toch gezegd? O-N-O-O-S-E-L-A-A-R-S. Die Gilles is toch niet zo slim eigenlijk, hè? Nee. Maar ik vind het raar, joh, die Gilles. Dat hij in de politiek mag, ik snap. En dan, Tommy, klopt 100%, maar je zou nooit een antwoord krijgen op je vraag via de chatroom. En de vraag was te goed om verloren te laten gaan. Mensen, dus ook de nieuwkomers op Discord, jullie stellen jullie vragen in de Q&A. Ik beantwoord die niet in de Q&A, maar ik beantwoord dat altijd via een video.
Dus daar beantwoord ik dan met jullie vragen. En dan geef ik daar ook antwoord op. En ja, zo doe ik dat elke week. Wat is jouw mening van deze boodschap? Je suis boef en chef. Die zijn toch terug? Kiever, deze gaat momenteel viraal op Twitter. Oké. Gilles Simons, waarom doe je in je koffiepak niet mee aan The Mask Singer? Dan zal ik te rap wel opmaskerd zijn. Want mijn, ja, het gezicht is toch altijd nog altijd zichtbaar in een onesie. Ja, dat is weer zo'n stomme vraag van Gilles, hè? Ja. Die Gilles is echt niet raar, hè? En dan Torpedo John, waarom was de Bangen Donuts zo lekker? Waarom was de Bang Donuts zo lekker? I don't fucking know. Is een Dang Donut? Dat ken ik zelfs ook niet. Chani Loco, heb je niet weer al een excuses gezocht om niet met je fans in de spraakkanaal te komen? PSC dat je na een kort telefoongesprek het probleem al was opgelost. Jules heb je laten wachten van 21:45 tot 4 uur s'nachts. Om 22 uur zaten we met 13 fans in de spraakkanaal. Ik zelf heb gewacht tot 3 uur. Waarom ben je zo onrespectvol naar ons toe en laat je ons uren wachten? Chani, ik was met Tamara bezig. Tamara was ergens overstuurd. En dat, ik vind eigenlijk een menselijke gezondheid gaat voor. Maar over alles is zelfs overstuurd. Van haar zoon, daar was iets misgelopen en al. En daar houden we liever ook privé. Dat is ook zo besproken geweest om te zeggen van, gooi dat alsjeblieft niet in de vlog. Oké, dan hou ik mij daar ook aan die eisen waar Tamara heeft ook gevraagd. Ik dacht eigenlijk dat dit iets met Mano te maken had. Nee, met Mano niet. Want die knalt soms wel vaak en... Nee, het heeft niks met Mano te maken. Joe moest zelf opstaan om 5 uur om te werken bij de boer. En toch al blijven wachten. Ja, ik weet het, maar ja, sorry daarvoor bij deze. En ik ga geen beloftes meer maken, ook niet in mijn vlogs, omhoog van dat ik het moeilijk heb om na te komen. Dus als ik ooit nog eens een belofte ga maken, ga ik er eerst ook echt eerst goed over nadenken. Oké, en dan gaan we nu naar het... de vragen. Au. Ja, dus dat is Boef zijn intro en dat doet zo pijn soms. Hoe? Dat Boef zijn intro wel soms pijn kan doen aan de oren. Laat die eens. Ik heb geen last van gehad. Ja, ik heb precies het geluid daarvan iets te fel, maar ik kan dat wel aanpassen. Oké, okay. Pas er maar even wat aan. Au. Oké, okay, dan bij de vlog 959. Die klassieke Suzy heeft op verschillende vlogs gereageerd. Dat ga ik al eerlijk toegeven. Met hele rare dingen. De eerste is dit. Gisteren wordt altijd overtroffen door de zotte morgen. Voilà. Hè. Dan gaan we door naar vlog nummer 960. Daar heeft klassieke Susie ook alweer al op geantwoord. Met ook wel iets heel raars. De zaligheid van de gevlogen kat zit in de vleugels. Die klassieke Susie is zo filosoof, hè. Dat is niet te doen. Hoe is dat, filosoof? Wow. Geweest en naar de Carrefour Market voor Herens. Dan heeft daar nog iemand gereageerd die het zonder naam. Herens, stop het. Ja, wacht, ik
gaat ook even in de chatroom even spammen waar ik nu aanwezig ben. Met die vlog ben ik bezig en je moet even ook naar de reacties naar onder scrollen. Okay. En dan zie je dat ook dat er iemand heeft gereageerd zonder naam of iets 5 dagen geleden met 039. Met Harris Stoppespondent. Ik weet dat dat is. Dat was een vals profiel. En daar stond zo'n naakte vrouw op. Maar eigenlijk was de bedoeling dat je zo op een link gaat klikken op dat profiel. En YouTube heeft dat verwijderd. Ah, daarom. Okay. En dan heeft nog Boef Side Pins ook nog weer gegeven. Was een leuke vlog om te editen bij deze. Dan Tamara Rinalde, zo lukken echt keigoed. Ze lukken echt keigoed. Oeh, man, toch ook wel laat. En dan hebben we de quiz met de fans, deel 1. Daar zijn 3 reacties op komen. Op wereldklassieke Susie. Met wel iets heel raars. Kuitenbijters worden geëvalueerd op basis van volharding. Koen Verreken, een leuke videoteam. Zou je in het vervolg de juiste antwoorden ook kunnen voorlezen? Want ik weet nu niet of mijn antwoord juist is als ik thuis meespeel. Dat is ook wel een goeie. En dan zegt... Oké, en dan Alibaba. Je ziet er blij uit. Moet je vaker doen. Kameradski. Oké, zal ik ook dan doen. En dan gaan we door naar OnRide 001. En dan Pokémon Go 001. Daar zijn ook geen reacties op gekomen. Dan de vorige Q&A 961. Daar zijn 3 reacties op gekomen. 1 van Alibaba. Ik wil een vlog van Boef. Dan BRNT. 1930. Kis Kaat. Alice, ben je Kaat? Wie, met wie zou je wat doen? Kill Alice. Mary, ben je en Kis Kaat? Dat is ook een ah, ja. Kill Alice. Ja, Kill Alice, ja. En Kis, ja, Kaat. En dan voor de trouwe met Bea. Kussen, maar hoe zou je dat dan doen, Kill? Die heeft mijn leven echt zuur gemaakt. Ja, maar hoe? Met welke methode? Iedereen naar het drankje doen. Van dat er wat oh, dat is niet zo speciaal. Voor wie? Een beetje wat. Oké. Okay. Ik ga nu, dan is de volgende. Hallo! Dan excuses naar Boef. Daar zijn in totaal 0 reacties op gekomen. Och, garm. Staat online, maar geen reacties. Ga weg. Stop, excuses, stop. Ja, dan is kort weg. Dan gaan we door naar vlog nummer 900. 62, daar zijn ook geen reacties op gekomen. Vlog nummer 963, daar is 1 reactie op gekomen van Jonas Ilsbroeks. Is dat boelijke al terug in orde? Ja, dat boelijke is al terug in orde. Dan, vlog nummer 964. Mathis Vlemming. Like als je van Milan komt. Van Woenka. Knoller Milan Knol. Oké, okay. Dus er zijn blijkbaar fans van Milan Knol toch naar op mijn kanaal terechtgekomen. Toppie. Milan. Ja, mijn slechtsreclame is ook reclame, moet ik een beetje denken. Oké, okay. 965, geen reacties. En dan een dagje zwemmen. Vlog nummer 966, 1 reactie. Spijtig dat het geluid weer al niet overeenkomt, zou je niet boef het geval zijn. Ik denk dat het ook bij Boef het geval zal zijn dat mijn beeld en geluid soms niet overeen komen als ik dat doorstuur naar u. Dat is allemaal de schuld van Boef.
Boef. Klopt, dat klopt toch, hè? Dus als ik ook beelden naar u doorstuur voor de aan elkaar te maken, dat ook het probleem ook bij jou dan situeert, hè? Ja, als het op uw clipje is dan wel, hè, maar... Ja. Ja, bij deze. Dus daar kan Boef, kan zelfs Boef ook niks aan doen. Dus wat ik nu nog ga doen, is mijn gsm terug nog eens op bedrijfsinstellingen zetten. Als het dan niet beter gaat, ja, dan ben ik genoodzaakt uit te kijken en dan ga ik eens uitkijken naar een vlogcamera bij deze. Ja. Maar ja, dat is het verlangen. Maar de camera waar ik vorige keer heb ingevuld met voor de zwemvlogs, dat was een 4K camera. Huh? Was een 4K? Ja. Maar de kwaliteit was toch niet zo goed als je gewone kwaliteit? Kijk maar. 4K. Ah, dat is die GoPro. Ja. Mag ik de achterkant dus zien daarvan? Wow, dat heeft een schermpje. Ja. Oh, dit is geen een bro. Nee. En het leuke daarvan al is, ik had jullie ook nog direct laten zien, ik had dus even laten opstarten. Ja, maar die dat van Wish. Ja, maar ik zeg het, ik heb dit al nu al 2 jaar en het werkt nog altijd perfect. Ja, maar de kwaliteit is ook niet zo goed, hè. Waar ik het daar ook nog op heb, nu zien jullie mee. Zien jullie die logo? Oh, nog wifi? Wow! Ja. Heeft dat ook wel, dat is wel vet. Ik heb shift. Dit heeft mij ongeveer, niet verschieten, 20 euro gekost. Wat? Wow, dat is wel een goede deal. 20 euro, ja. Dat is inderdaad een goede deal. Maar ga je die ook als dashcam gebruiken? Dat je zo voor en binnen... Nee, ik ga sowieso zeggen, ik ga niks verklappen. Ik ga sowieso één ding wel al verklappen. Het heeft iets te maken met een dashcam. Ik heb iets gezegd in de vlog vandaag, via mijn gewone gsm-camera heb ik over gesproken over een dashcam. Meer zeg ik je niet. Dus omhoog van, het is al gezegd geweest, dus ik wil niet in herhaling vallen in mijn vlog nu. Ja, maar, dat begrijp ik. Oké, okay. Mensen, we hebben jullie nu de volledige toegang tot het afsluiten van mijn vlog, want mijn vlog gaat iets meer dan een uur en een half duren, denk ik. Hoho. Dus, okay. Mensen? Dus, mensen, vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Abonneren. Te abonneren. Zeker, en tot. Dank u wel allemaal om te kijken. En zo blijf u op de hoogte van het rijden en zeilen van Psycho TV. Yo. En tot. Tot de volgende. De morgen. Een nieuwe vlog. Tot morgen. Bij deze. Oké, salut iedereen. Bye bye.